Lekkere wijven van me. Vandaag een hele bijzondere aflevering, namelijk de nummer 2 schaker van Nederland. Jordan van Forez, een ontzettend sympathieke, leuke gast. Het enige wat ik van jullie wil vragen voordat de video begint, doe je duimpje even omhoog. Bij 6000 likes kom dinsdag deel 2 van deze video. Ga namelijk een potje doen van 5 minuten en 10 minuten. Vandaag is 5 minuten en dinsdag is dat 10 minuten. Anders wordt het één grote documentaire, heeft niemand zin in. Dus doe je duimpje omhoog op deze video en dan gaan we snel beginnen. Hey! Lieve mensen, vandaag een nieuwe video. En echt, ik heb gasten in het verleden gehad. Ik heb een wijf gehad dat in de porno zat. Vond ik al best wel speciaal. Ik heb met meerdere profvoetballers hebben we ooit opgenomen. En natuurlijk hebben we met leuke YouTubers opgenomen die ook bij elkaar miljoenen subs hebben en dat soort dingen. Maar vandaag, ik kan met trots zeggen dat onze kanaal naar echt bizarre hoogte is gestegen. Dat we deze hebben moeten krijgen. We hebben uiteindelijk via zijn management gekoppeld aan nog een management. Daardoor weer de president van Oeganda. En zo zijn we dan bij deze man terechtgekomen. Het is fenomenaal. Hand op elkaar voor onze grote vriend Joppie 2. Het is Jordan van Forez, de nummer 2 schaker van Nederland. Mag ik eigenlijk wel zeggen, toch? Ja, nee, ja, klopt. Ja. Dus ik heb nog één schaker boven me te dulden. Dat ben jij niet, volgens mij. Nee, dat klopt. Ja, nou ja, in principe ben ik... Je zit nu in een serie van mij op mijn YouTube-kanaal. En ik ben ongelooflijk blij dat je mij wilt leren schaken. Je zei net voordat de camera aanstond van... Kan jij mij wat tips en tricks geven? Ik zal het niet voor even klappen, want dat kunnen we nu al even doen. Nu kan ik jou ook wel even geven, uiteraard. Nee, maar ik ga volledig keihard in mijn piri genomen worden door jou. Ik vind het superleuk dat je er bent. En hoe ik het voor me zie... Voordat jij iets over jezelf mag zeggen. Ik denk dat de meeste mensen die fan zijn van schaak jou sowieso kennen. Ik bedoel, jij gaat al... Sinds 2016 heb jij een Nederlands kampioenschap gewonnen, als ik het goed heb. Ja, ja, klopt. Ja, 2016 was dat, ja. En daarmee ben jij dus de jongste Nederlandse kampioen. Weet ik niet meer. Misschien ja, maar wel. Zit in die doku. Ik heb een doku over je gekeken. Dat is trouwens niet zo. Dat is Anish Giri. Oh, hij maar, is daarna nog. Hij was jonger dan ik. Maar ik denk dat ik Ena jongste ben misschien dan. Maar in ieder geval, ik had die doku dus van hem gezien. Want voor de familie van Forez, schaakfamilie. Jij bent in principe de beste van de familie, toch? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Ik ben dus in contact gekomen met via jouw broertje Pieter. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat ik het ontzettend vet vind. Dat jij je tijd wil nemen om mij een flink pak slaag te geven. Ik zal je direct even een geheimje verklappen. Ik speel meestal niet echt op de stelling. Mijn plan A is meestal winnen op tijd. Dus zeg tegen jou, probeer gewoon snel te spelen. En dan hou je het best wel lang voor waarschijnlijk. Oké, nou. Die krijgen we alvast cadeau. Die krijgen we alvast cadeau. Ik heb wit. Ik heb natuurlijk wel een beetje voordeel nodig, want... Ja, precies, ja. 29-40 is zijn rating. Nou mensen, daar gaan we. We gaan gewoon eerst even rustig erin. En dan vanaf daar kijken we gewoon hoe ver we komen. Rip in de chat. En je kan Jordan ook volgen op Instagram. Zijn kanaal staat in de beschrijving. Wil je de doku kijken? En denk je van, hé, je hebt het over doku. Wij hebben het over. Nou, dan kan je ook in de link in de beschrijving kijken. En we gaan gewoon genieten. En ik ga gewoon even laten zien van Jordan wat nou schaak is. Helpt het zeg maar als ik constant tegen jou aanlul? Ben je dan... Ja, ik ben niet heel goed in multitasken. Dus als jij mij... gewoon heel de tijd tegen mij aanloopt, dan heb je wel kans dat ik ten eerste heel langzaam speel en ten tweede allerlei fouten maak. Kijk, ik heb natuurlijk van voordat wij gingen spelen, ik wist dat ik tegen jou ging spelen, heb ik even als een echte prof, heb ik me wel gewoon goed voorbereid. Ik heb even jouw opening, zwaktes en zo doorgenomen, ja, dus ja, ja, ja. let even op in de opening. Ja, 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 precies. Oké, dan gaan we dat krijgen inderdaad. Ja, oké. Maar ik begin hem nu al een klein beetje... Oh, dit had je natuurlijk nooit verwacht, dit, denk ik. Nee, ik had niet verwacht dat je zo'n goede zet zou doen, nee. Precies. Kijk, zie je. Dit is al gelijk wat we krijgen. Even kijken. Dit is ook niet... Oh ja, dit is ook wel kut, want dan kan ik die niet eruit gooien. Misschien moet ik gewoon dit doen. Ik ga gewoon dit doen. Ik speel gewoon volledig defensief. Ja, nee, dit is best wel prima eigenlijk nog. Ja. Kan je het inderdaad gewoon echt tegen mij zeggen als jij zoiets hebt van... Wat je nu doet, slaat helemaal nergens op. Zeg het alsjeblieft. Maar dat moet je dan waarschijnlijk bij elke zet zeggen, of niet? Oké, dit is het niveau. Kut, sorry. Nee, oprecht, tot nu toe doe je het heel prima. Laatste zet is... typisch... zet die heel agressief lijkt, maar die eigenlijk niet heel agressief is. Want die loper van jou, die wordt nu direct weggeschopt. En hij gaat een beetje in de hoek geparkeerd worden. Dus dan speel je eigenlijk nu al met een loper minder. Oh, dat wil ik helemaal niet. Nee, oké, ik overdrijf een beetje, maar het is niet heel erg, maar ook niet heel goed. Oh ja, ik zie al wat je doet, inderdaad. Maar tot nu toe speel je oprecht heel redelijk, geen grote fouten en nog geen schaakmat, dus dat is verwarrend. Verrassend.
Kan je iets meer vertellen over waar je nou precies vandaan komt, Jordan? Zo gedetailleerd mogelijk, alsjeblieft. Oké, okay, ja, ik ben geboren in Utrecht. En daarna heb ik de rest van mijn leven, of een groot gedeelte van mijn leven in Groningen gewoond. Oké. Okay. En Groningen is echt een goede schaakstad, dus ik heb er ook veel geleerd. De meeste grootmeesters, zal ik maar zeggen, wonen in Groningen van Nederland. En al mijn coaches... Je probeert me af te leiden, hè? Ik begrijp het. Shit, ik moet weer focussen, maar... maar Groningen, ga verder. Ik sta bijna voor op tijd, oké. Okay. Ja, precies, dat zeg ik. Ik woon nu in België, dus... En hoe is dat, België? Ik ben naar België verhuisd, omdat de competitie daar gewoon veel minder is. En, mm-hmm. En nee, oké, grapje, nee. België is prima, maar ik vind het wel fijn als ik in Nederland ben om het Nederlands accent of zo weer te horen. Ja. Ik weet niet, ik kan niet goed uitleggen, maar Nederland heeft ook wel wat. Maar België is ook leuk natuurlijk, dus alles ja. Goed hier. Oké, nu moet je wel even oppassen. Ik heb allerlei dreigingen. Je speelt heel prima tot nu toe, maar je koning is een beetje in gevaar, laat ik het zo zeggen. Ja, inderdaad, ja. Ik zie het. Ik denk dat ik weet wat ik moet doen, maar ik ben er niet volledig zeker van. Ja, je hebt maar... Je hebt maar één kans, hè, dus er zijn no takebacks hier, dus denk nee, je even voor na. Dingetje. Ik denk dat dit handig is. Holy shit. Wat? Ik ben oprecht verrast. Yes! Woehoe! Dat is oprecht een hele goede zet. Nice! Je staat alleen nog steeds heel slecht. Oh. Kut, sorry. Het valt mee, maar je stelling is niet heel goed. Maar je laatste set was wel, denk ik, de beste. Dus dat was echt impressive. Dank je. Okay, dit zijn wel dingen waar ik uiteindelijk wel weer vertrouwen uit kan halen. Dat zijn wel... Even kijken, hoor. Mm-hmm. Ik denk dat je tot nu toe letterlijk maar één echte fout hebt gemaakt. En voor de rest speel je heel redelijk. Alleen die ene fout maakt die stelling gewoon dusdanig... Nou, dit is wel echt een hele slechte, helaas. Ja, sorry dat ik hem niet... Echt toch? Kut, sorry. Oei. Oké, nu sta je waarschijnlijk... Even kijken. Nu moet ik even nadenken hoe ik dit het handigste doe. Oké, ik ga het heel prozaïs doen. Dat is echt een hele slechte set van mij ook. Nou ja. Hè? Hoezo? Hoezo doe je dit? Hoezo ik dit doe? Of waarom het slecht... Ik snap... Even kijken hoor. Ik moet even kijken of ik doe. Ik denk dat ik het gewoon even zo in neerzet. En dan doe ik dit. Ja, precies. Oh, ja, precies, ja. Oké. Maar je verliest nu materiaal, maar je kan het nog beperken, omdat... heel goed, ja. Dus nu kan ik een pion winnen, maar het is slechts een pion. Dat is een beetje jammer. Maar oké. Ik doe het wel. Ik dacht nog, zal ik jou voordat we beginnen met filmen voorstellen, dat elke keer als een van ons een stuk slaat, dat we dan een shotje doen, maar... Kunnen we dat niet in een deel 2 doen? Ik denk dat de kijkers daar oprecht ook van genieten. Zo, dat is nog eens info. Dat is lekker. Dat doen we gewoon op een vrijdagavond en dan zuipen we ons helemaal kapot. Hoe is de lockdown in België? Dat is een beetje hetzelfde, denk ik. Ja, een beetje hetzelfde, ja. Dus, nee, shit, je speelt oprecht goed. Ik ben positief verrast. Het zijn geen grapjes hier. Let's go! Even kijken. Shit. Toch, we zitten al op set 23 en de stelling is nog redelijk in evenwicht. Oh. Ja, nu ben ik toch wel een klein beetje... Oh, dit is stom, zeg. Ja, dat is... Oh, nee! Oh mijn god. Nou, ik heb geluk dat je mijn koningin niet hebt geslagen. Wat de... Holy shit. Oh, wat? Ik gaf op? Yes! Misklik. Nee, dat was ook echt een misklik. Hè? Ik zat door de notatie te kijken en ik plukte per ongeluk op... Wat? Yes! Oh my god, ik ben de next! Oh my god! Dit was oprecht compleet per ongeluk. Ik zat te kijken van, kon ik nou je koningin slaan? En ik drukte per ongeluk op
resign klopt. Dit is echt fantastisch. Ik kan gewoon echt oprecht gewoon nu stoppen met YouTube en alles. Gelukkig was het unrated, dus ik heb mijn rating nog over. Zo, inderdaad. Oh mijn god. Wat had ik er dan bij gekregen? Ja, nee, ja. Dus, shit. Ja, misschien is het beter dat jij mij les geeft. Want okay, dit is de eerste keer dat mij zoiets gebeurt. Nee, maar überhaupt was het, zeg maar, al heel, heel bizar. Dat je mijn koningin niet pakte, maar dat opgave was inderdaad wel heel erg jammer. Ik heb één fout en één blunder. Nou, die blunder kunnen we wel raden. En die fout, dat is dus waar jij het over had. Ja, ja, ik zou je nu graag... Wat tips willen geven, maar ja, ik weet niet of... Ik voel me nu een beetje als ik niet in de goede positie ben. Ik bedoel, ik kon een dame slaan in één, ik zag het niet. En, ik dacht, je bespaart me eerlijk gezegd. Nee, ja, ik zag het oprecht niet. Anyway, zullen we heel snel een nieuwe doen? Ik gun je die nieuwe inderdaad. Ja, maar het nieuwe potje gaan we dus nog niet doen. Die doen we dinsdag. Dus 6000 likes op deze video zou ik heel erg waarderen. En dat doen we dus dinsdag, deel DOS.